De rechtsback verloor zijn basisplek tegen de Friese aan Rasmus Christensen en kwam 9 minuten voor tijd als invaller in het veld. Een deel van de fans van Ajax sloten de verdediger vervolgens uit. Wat de reden was dat ik niet speelde, dat moet je aan de trainer vragen. Het is aan mij te laten zien dat ik verbeter, vertelt Veldman in gesprek met de Telegraaf. Volgens de krant zou 26-jarige verdediger zin spelen op een vertrek uit Amsterdam. Het geklap van de mensen toen ik warm liep, vond ik mooier dan het gefluit dat dit gebeurt, is jammer. Ik weet zelf ook wel dat ik meer moet brengen, dit is niet de eerste keer, nee, het is een schande, heel jammer dat het gebeurt. Je ziet wat er gebeurt als ze wel achter hun club staan, dan kan het een mooie uitslag worden, of houding ooit nog verandert, weet ik niet. Ik hoop het wel voor jongens. Bij de afwezigheid van Veldman kreeg Matthijs de lichte aanvoerdersband om zijn arm en hij heeft ook geen goed woord over voor de fans. Ik heb hier een naar gevoel bij, Joël speelt jarenlang in Ajax 1, is aanvoerder en dan vind ik dat de fans wel wat meer respect mogen hebben. Natuurlijk mogen de mensen een mening hebben, maar dit is in je eigen huis schandalig, ja.